Wow, ja, we zijn in het Nederrijk. Cool, dus de laatste tempel is gewoon in het Nederrijk. We zijn onderweg naar wat ik denk dat de vijfde tempel gaat zijn. Ik ben heel erg hyped voor wat hier gaat gebeuren. Jij ook? Doe dan je duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Oeh, dit is de Zonoïde fabriek. Oké, dus hier worden de Zonoïdes gemaakt. Oké, maar wat gaan we hier doen dan? Moet ik dit gezicht weer daar naartoe brengen? Net als de vorige keer toen die ergens op scheen. Oh, wacht, vanaf hier zie ik het, denk ik. Ik denk dat we die Zonoïde compleet moeten maken. We hebben nu zijn hoofd, daaronder is het lichaam. Dan zie je twee armen en twee benen. Zo, en dan ga ik je plaatsen. Hierin. Let's go. Yeah, alright. Oké. Ja, kijk, volgens mij is dat... Het begint nu ook te glimmen. Ik denk dat we inderdaad deze Zonoïde compleet moeten maken. Link. Zelda's uitverkoren beschermer. Ja? Zeg het eens. My name is Minoru. Minoru! I am the sage of speech. De wijze van de ziel. Oké. Ik ben blij dat je er bent. At last we can speak with each other. Ik ben ook heel blij dat jij er bent, Minoru. I no longer have a body. Ik heb geen lichaam meer. Ja, wat is ermee gebeurd, joh? We cannot yet speak face to face. Nee, precies. Dat wordt een lastig verhaal. But, do you Kun je vier opslagruimtes zien? Oh, oké. Daar is de één. En ja, helemaal rondom deze ja, soort van tempel, denk ik dan. Daar is de één. Bezoek ze allemaal om een lichaam voor me te maken. Alright, Minoru. Gaan wij doen, gaan we doen. Vet, cool. Dit is mijn verzoek aan jou, Link. Zelda's trouwe zwaardvechter. Ze heeft wel een hele vriendelijke stem. Op basis van haar stem vertrouw ik er wel. Nou, laten we dan maar eerst daar naartoe gaan, denk ik. Gelukkig heb ik nog genoeg glimzaadjes. Even een beetje licht maken namelijk. Oh, wow, wat is dit? Een gigantische dragon. Nou zie ik daarboven is weer een wortel. Misschien moeten we die ook maar gelijk activeren nu we hier toch zijn. Ik weet niet of we in één keer door kunnen lopen. Ze lijkt er wel een beetje op. Oké, let's go. Ja, redelijk. Maar goed dat ik even een zaadje heb geplant, anders dan ging ik door de miasme. Ik ben weer nu alweer afgeleid, jongens. Oké, even de wortel activeren. Zo, hebben we meer licht hier. En dan moeten we nu die kant op. Volgens mij was dit waar ik moet zijn. Of was het daar? Kom trouwens daar vandaan. Ik heb die wortel gewoon laten zitten, volgens mij. Oh, kijk, wacht. Vanaf hier kan ik dan daar naartoe springen? Ja. Yeah. En dan kunnen we zo in één keer door. De rechterbeenfabriek. Oké, is in ieder geval duidelijk wat we hier zoeken. Laten we deze even activeren. Ja, en dan? Nu komt er iets uit. Ja, dit is nog niet de rechterbeen zo te zien. Oh, we kunnen er ook gelijk niet meer uit via die kant. We moeten er via een andere... Oké, via een hele andere kant uit. Goed, dit is een platform. Misschien kunnen we die hierop vastmaken. En dat ze dus dan deze dingen aanzetten. Nee, is dit een lift? Oh ja, kijk, dit is een lift. Nou, ik kan ook gewoon zo doen. Of... Wacht even... Hier zo van onder pakken. Zo. Dan erop gaan staan. En dan de tijd terugspoelen. Ik bedoel, dit ken ik ook toch gewoon. Doe, dan gaat hij zo omhoog. En dan kunnen we zo erop. Simpel als dat. Oké, hier hebben we een haak. Die haak moet sowieso hier overheen. Kan daar ook gewoon overheen lopen. Je kan hierop klimmen zo. Zo, en dan ook op deze klimmen zo. En dan, ik zou hier gewoon overheen kunnen lopen. Oh, oké. Ja, weet je, ik merk dat ik niet zo hoog in mijn creativiteit zit vandaag. Wat als ik gewoon zo deze dingen... Ah, ja, oké. Ja. Ja, juist. Neem ik deze even mee. Neem ik deze ook even mee, als het mag. Dank u. Oh, die waait alleen gelijk keihard weg. Ook handig. Maar niet heus. Dan gaan we hier dus even wat van maken. Hij moet er dan... Het apparaat moet er dan zo langs... Want anders dan zit die balk in de weg, dat ding. Dus dan zou je dan zo moeten bouwen of... Jongens, ik ben toch helemaal geen bouwkundig persoontje, joh. Hij kan wel zo. Kan ik er ook dan opstaan? Dan moet nog ergens die motor eraan. Dat we ook daadwerkelijk weggeblazen worden straks. Oh, oké, die klipt ook dan zo, ja. Zo. Moet er alleen nog even op zien te komen, maar dat gaat denk ik wel zo. Oké, ja, ga er maar opstaan, Linky. Oké. En dan nu even een pijltje er tegen. Let's go. Werkt dit? Ja. Ja. En dan moet ik hier springen.
Oké. Okay. Ja. Oh, ik had ook gewoon kunnen wachten. Dat was ook een prima optie. Ben je niet verder gekeken dan mijn neus lang is, hé? Ja, misschien dat ik mijn oude spullen mee moet nemen trouwens. Jongens, ik zie niks. Het is donker. Oké, okay, kom maar op. Ik sloop je lift. Hopsie vlots. Dank u. Top. Die hebben we alvast hier. En nu? Deze lift lijkt wel defect. Even kijken, wat hebben we hier? We hebben hier... Oké, okay, vliegtuig, ja? Hebben we denk ik wel motoren nodig? Oh, kistje, oké. Okay. Zo, Nanium. Ja, nou heb ik geleerd hoe je deze moet bouwen. Maar dan heb je dus 3 motoren nodig. Die kan ik er vast wel vanaf trekken, zo. Oh, oké. Okay. Heb ik dat vliegtuigding dan hier nodig? Ja, dat lijkt er wel op. Maar daar is al het begin. Dus als ik hier vanaf ga... Dan zouden we dat been moeten hebben. Wacht even. Is dit dan dat been? Oh, kijk. Ja, daar zit dat been in. Jeetje, dat had wel even wat duidelijk aangegeven mogen worden. Ik was bijna gewoon naar beneden gegaan zonder been. Kan je het je inbeelden? Rick die ergens naar beneden loopt zonder been? Kan gewoon. Oké, maar kan ik nu nog omhoog? Is dit genoeg? Ja, dit is genoeg. Ja, dit is inderdaad dat been, joh. Oké, hebben we genoeg krachten voor? Ja. Oké, kom maar met je been. Oké, maar dit is top, want dan kan ik nou met de auto-build-modus die we hebben geleerd... kan ik hier... Kijk, kunnen we gewoon even een vliegtuigje bouwen. Zo, zonder dat we zelf daar heel veel moeite voor hoeven te doen. En dan nemen we het been mee. Die moet ook hier op. Ja, ga maar. Oh, niet... Nee, niet... Och, niet aan die motor. Jongen. Hier, aan de bodem. Nou is die motor weer los. Oké. Zo, dan moeten we hem dus daar naartoe sturen. Ja, er lag daarboven ook een stuur. Misschien moeten we voor deze ene keer gewoon een keer een stuur meenemen. Kijk, hier zo. Kijk, dan kunnen we hier op de kop kunnen we dat stuur plaatsen. Zo, gaan we? Is dit, ja? Ho. Oké. Dit gaat heel hard qua energie. Nu. Oké, goede landing. Dit gaat heel... Oh, wat een... Bijna soepele landing. ik heb je been gevonden, soort van. Ik weet niet hoe ik die nu hier... Oké, die gaat er automatisch uit. Ja, top. Hotseke vlotske de mots. Alsjeblieft. Ik kom zo terug met de rest, ja? Ja. Ja, dat is goed. Ik weet trouwens niet zo goed waarom ik deze wortel nog niet... belicht heb. Laten we dat gelijk ook even doen. Zo, kijk. Nu kunnen we het allemaal een beetje beter zien, hè? Oh, hierachter is ook gelijk een poort. Hier zo. De linkerbeenfabriek. Oké. Nou, dat is fijn als je allebei je benen alvast terug hebt. Activeren die handel. Nou ja, de beendel. Kan je dit beter noemen of zo? Oké, nou, onthouden. Dat is dus het been. Daar gaan we. We moeten daar naar boven. Dus, hier hebben we dit. Die zetten we hierin. Knallen we de raketten aan. Oké. Ja, dank u. Dit werkt. Oké, hier zijn nog meer raketten. En hier hebben we een hendelaar. Dus even kijken wat daarmee gebeurt als we dit opendraaien. Oh. Ja. Ik snap hem. Misschien. Eerst maar eens even kijken waarom hier een gat is in de muur. For absolutely no reason. Oké, deze brug kunnen we ook niet oppakken. Oké, dus we moeten hem precies zo positioneren... dat die brug, zeg maar, op de goede hoogte staat. Dat je het net haalt. Ik denk dit ongeveer. Zoiets. Dan moeten we deze hier neerleggen. Die raketten eraan vastmaken. Ik denk aan de voorkant. Zou eentje genoeg zijn? Zou lekker zijn als eentje genoeg is. Moet die anders? Moet die hoger? Moet deze misschien zo staan? En dan die raket zo erop of zo? Nee. Dit ziet er niet goed uit. Zo, in het midden. Precies. En dan zetten we die zo hier neer. Zou dit werken? Soms voel ik me echt dom gewoon. Kan je hem ook gewoon met de punt zo doen anders? Kan ik dan nog mee of niet? Oké, cool. Ja! Oké, alleen te laag. Oké, kan ik de tijd terugdraaien met dat... voor dat ding? Dan kan ik hem omhoog halen. Zo. En dan kan ik hem misschien pakken. Kijk. Dan kan ik... Lekker trucje, hoor. Nou, dan doen we het gewoon zo. Ook prima. Oké. Oh, we zijn er al. Oh, ik zie daar trouwens nog iets. Misschien moeten we deze even meenemen. Dan kunnen we nog een kistje pakken of zo. Eens even koekeloeren. Eerst maar eens even koekeloeren wat hier boven zit. Ja, daar is een kist. Ik kan toch gewoon dat been boven me houden? Gewoon dit blok, zo. En dan... Recht boven mijn hoofd. Is het nu recht boven mijn hoofd? Nee, denk het niet. Kom terug! Oh, maar ik kan hem wel ergens aan vastmaken misschien. Als ik hem nou zo vastmaak? Ja.
Dit zal ongetwijfeld alweer niet zo moeten. Maar we doen het gewoon op de Rick manier. En dat is altijd anders dan een andere manier. Belangrijkste is dat we een kistje te pakken hebben. Oh, en hier zit ook heel veel Zonanium op, zo te zien. Top. Oké, doei. Ik ga weer. Bedankt voor de moeite. En bedankt voor het lachen. Misschien had ik dat mee moeten nemen hier naar beneden. Maar ik denk dat dit allemaal wel goed gaat komen zo. Hoppakee. Gewoon dumpen die handel. En weer meenemen. Zo, hoppakee. Tweede beentje is binnen. Kom maar. Ja. Zo, hotsevlots. Nu alleen je armen nog. Lijkt wel een beetje op de Pokémon Go lurk soms. Dat grote bovenlichaam. Oké, dus we hebben die twee daar gehad. Daar is er nog één. En dan daar rechtsboven nog. Nou, eens even kijken hoe we daar allemaal gaan komen dan. De linkerarmfabriek. Eerst even activeren. Oké. Dit ziet er ingewikkeld uit. We hebben hier het linkerarm. Wat is dit voor een apparaat? Is dit een hendel of zo? Wat gebeurt er? Oh, dan maken we een deur open. Oké, kom maar. Maar hoe is dat dan gemaakt? Met wielen en zo. Met wielen aan touwen. Verkettingen. Oké. Ik denk dat ik dit blok moet gaan besturen of zo. Dat we deze wielen allemaal nodig gaan hebben. In ieder geval twee, denk ik. Oh, rustig. Rustig, ga maar even uit. Ga maar even uit. Hoeft niet zo gespannen te doen. Oké, de wielen allebei dezelfde kant op. Dus dat is de andere kant. Dat is zo. Ja. Ik zag net ook ergens een stuur, volgens mij. Ja, daar. Die gaan we er ook maar eens even opzetten dan. Ja, en dan denk ik dus dat we over dit lava moeten gaan rijden. Stuur mag wel even wat rechter. Zo, kijk. Oké, top. Let's go. Oké. Ja. Ja, oké. Ja, dit gaat best wel aardig. Oké, doe maar los, Link. Doe maar los, ja. Ik weet namelijk niet wat we hier allemaal moeten doen. Ik zie hier een trap naar boven namelijk. Oh, hier kunnen we terug naar het beginpunt. En daar is een kist. Hier zo. Ah, yes. Stuurtoestel. Oké, die schijnen we dan denk ik wel nodig te hebben. We kunnen rustig terug naar beneden. Dus dit, joh. Past dit apparaat er dan tussen of zo? Oh, jawel. We moeten gewoon even dit wieltje zo weghalen. Dan moet dit denk ik precies kunnen... Ja, dit kan precies dan. Oké, let's go. Ik hoef deze ook niet bij te sturen. Dus we kunnen hem aan het einde gewoon lekker stilzetten, denk ik. Kunnen we eventjes kijken wat hier dan weer gaande is. Dan heb ik nu, denk ik, de wielen hiervoor nodig. Ik weet niet meer zo goed hoe dat net ging. Maar volgens mij zaten ze gewoon op een bepaalde manier vast. Ik weet niet of dat uitmaakt hoe je ze dan vastzet. Die zetten we aan. Ik heb net niet genoeg opgelet, jongens. Dit krijg je als je niet oplet bij geschiedenis. Altijd opletten bij geschiedenis. Ik denk dat die andersom moet trouwens. Ik denk dat die deze kant op moet rijden. Want dan rijdt hij namelijk tegen de muur op. Zo. Kan ik hem ook gewoon zo vastmaken? Ja, dat kan wel, maar dat doet ook niks. Nou, dan zouden we nog andersom kunnen proberen. Potverdorie. Let's go. Zo dan. Oh, ja. Ja, hè. Oké, dat was de combinatie. Oh, dan hebben we hier nog een wildwaterbaan. Oké, wat gebeurt er als ik hier dit ding inzet? Drijft hij weg? Nee. Oké, dat is top. Dan wil ik zo'n ding. Zo, dankjewel. Deze moeten we wel eerst even uitzetten, want anders is opeens mijn arm weg. Dit voelt echt als een attractie. Gewoon van vroeger. Als je naar de Efteling ging of zo. Of naar de kermis. En je kon niet sturen. Dan zag dat er ongeveer zo uit. Nou, prachtig. Ja, en dan spoel je hier zo ongeveer aan. Oh, joh, blijf staan, Linky. Nou, wat mooi. Wil jij even gewoon lekker rustig aandoen? Nee. Ik ben hier niet van gediend, vriend. Zo, hoppakee. Moet je maar niet schieten op bij mij. Ik heb hier je arm en nog heel veel hulpmiddelen en zo. Maar vooral heb ik je arm hier. Ja, die moet er dan zo in. Oh, we hebben bijna een zonoïde gebouwd. Alleen de rechterarm nog. Yeah. Oké, die is daar boven. Oké, het lukt me redelijk om de miasma te ontwijken. Niet helemaal, maar wel grotendeels. Dan moet ik nu hier naartoe springen. Ja, oké, cool. Rechterarmfabriek. We zijn er bijna. Let's go. Wie heeft dit trouwens gedaan? Wie heeft al jouw ledematen allemaal verstopt? Dat is echt niet oké. Er is echt een sadistisch iemand aan te werk gegaan. Oké, anyway, hier is je arm. Ik denk dat ik hem gewoon hier neer moet leggen. Is dat het ding? Gaat hij dan automatisch gewoon omhoog? Ja. Ik neem dit ook mee. Ik weet nog niet waarvoor het dient, maar dit gaat ook naar boven. Weet je, oké, ik loop zelf wel. Ik sleep het wel met me mee. Oké, cool. Oh, dit is een band weer. Ja, ik zie het. Moet ik nou 300 banden hier achter elkaar gaan doen? Of? Dit is elektrisch geladen, dus daar kan ik niet overheen. Ja, er zijn hier wat meer banden, maar ik kan deze twee pakken en de rest niet. Oh, misschien kan ik hem er overheen laten rijden. Wacht even. Ga eens even uit.
Ga eens even uit allemaal. Kijk, als ik bijvoorbeeld deze aan de zijkant vastmaak, zo. Gaat dat? Ja. En dan maak ik deze vast aan de andere zijkant. Zo. Moet eigenlijk wat hoger, heb ik het idee. Dat ze zo vast komen te zitten. Ja, 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 dit is top. Zo. Oké, gaan we ze omdraaien. En dan wil ik dit hierop plaatsen, zo. Zo, en dan kan ik hem nu laten rijden naar de overkant. Ja. Ja, toch? Ja, dit is de bedoeling. Super. Ja, helemaal top. Cool. Oké, die nemen we mee. Oh, wacht even. Wacht even, ga eens uit. Even uit, jongens. Oh, wacht, zijn we er al? Misschien wel. Ik denk dat we gewoon hier vanaf moeten. Ja? Oh, nice. Nou, in dat geval plakken we het stuur er bovenop. Zo. Dan zet ik hem wel eventjes recht. Ja, en dan gaan we. Let's go. Let's go. Oh, 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 oh. Oh, rustig. Oké, rechtdoor. Ja, top. Top. Brug over. Ah, joh. Niet eraf. Auw. Waarom? Waarom gebeurde dat? Ik weet het niet. Ik vond het gemeen. Maar maakt niet uit. We komen er wel. We komen er wel. Kom op. My gosh. Waarom stuurt dit zo verrot? Heel goed. We zijn er naar links. Ja, top. Oké, zet hem uit. Uit. Uit, Link. Uit. Nee, uit. Ja, uit. Yes. Oh jee, oké. En nu gaan we zien of dit Minera is. Of wat er nu gaat gebeuren. Ik ben heel benieuwd. We hebben de Zonoïde in ieder geval compleet gemaakt. We hebben het gevonden. Oh, dit is de schoonmaak Zonoïde zo te zien. Deze heeft clean-up duty. Leek net op een bezem. Hallo? Het leeft! Ja! Oh god, oké. Oké, ja, het lijkt echt een beetje op Golurk. Bam! Bam! Daar is ze. Minera heeft weer een fysieke lichaam aangemeten gekregen. Wel cool. Heel vet. Yeah, let's go! Thank you, Link. Bedankt, Link. Ja, graag gedaan. Oh, er is nog één ding dat gedaan moet worden. Wat dan? We moeten mijn geheime steen halen. Oh! Daar moeten we samen naartoe gaan. Het pad zal erg gevaarlijk zijn. Gelukkig is dit lichaam dat je voor me hebt gebouwd niet bepaald hulpeloos. Oké. Er is een platform in de buurt waar we de mogelijkheid ervan kunnen testen. Oh! Oké. We kunnen een of andere superrobot gaan bouwen of zo. Heel vet. Heel cool. De vaardigheden van Minero's Zonoïde. Link kan op Minero's Zonoïde rijden. Oh. Ja, dit voelt echt als Pokémon. Alsof je op de rug gaat bij Koraiden bedoel ik natuurlijk. Of Miraiden. Oh, ja, dat gaan we doen in de volgende aflevering. Kijk hoe vet. Ik heb nu al zin in de volgende aflevering. Ik hoop jij ook. Ik hoop dat ik je daar wil zien. Abonneer, like en tot daar. Mazzel.